Kijk. Eén hele goede avond. Yeah! We zijn precies een jaar verder dat geïnspireerd door onze grote voorganger Rian van Rijbroek, de Cyberonderzoeksraad is opgericht. En we hebben... Oh, ik had ook een afstandsbediening, maar we hebben een... We hebben een onderzoek gedaan. Het is gelukt. Daar gaan we het over hebben. Het is een onderzoek naar e-mail. We gaan eerst even zo meteen terugblikken naar hoe is nou het eerste jaar gegaan en hebben we onze doelstellingen gehaald. Daarna gaan we kijken naar e-mail en we gaan kijken naar wat je daar allemaal mee kunt doen. En we hebben twee gasten van Defensie die ons gaan uitleggen wat we met kaders zouden kunnen doen. We geven wat adviezen en we kijken naar de toekomst. Dit is het rapport wat we hebben geschreven. De schade van e-mail. En wat we hebben geprobeerd is wat e-mail van, ja, die eigenlijk niet voor ons bestemd is, in handen te krijgen. Maar laten we beginnen bij het begin. We hadden één hele simpele doelstelling. Om binnen een jaar bij Nieuwsuur te zitten in Cyberonderzoeksraad Uniform. Ik moet erkennen, het is niet gelukt. Oh. Maar we waren wel bijeen vandaag. Met het onderzoek, dus dat is in ieder geval wel gelukt. En nu in uniform. Dus daar zijn we toch wel zeer tevreden over. En wat hadden we dan te melden? Nou, ik denk dat ik... Zullen we het maar even uitleggen dan, hè? Als mensen dat niet weten. Wat we hebben gedaan is typo-squatting. Oftewel, je registreert een domeinnaam, maar je doet het net even anders. Dus een M wordt een N in het domein, of een F wordt een V. Of je maakt meervoud van door hackershotel, of juist enkelvoud. Precies. Dat is zo nauw die automatisering. Om. Dat registreer je dan. Dan hang je er een catch-all mailbox aan. En dan doe je niks. Dan wacht je gewoon. En dan heb je effectief de slechtste cyberattack ooit. Dat is eigenlijk een beetje het hele concept. Bij Eén Vandaag hebben ze dit ook uitgelegd. Hè? Dan zeggen ze dus Rick van der Westlaken at eenvandaag.nl. Nou, wat doe je dan? Je gaat naar VMAX of zo. En je registreert het domein eenvandaag.nl. En dan krijg je dus een appje terug. En ga jij het nou maar doen. En dan krijg je van, nou, dank voor je hulp vandaag, Brenno. Interessant onderzoek en verbijsterend dat het zo simpel kan zijn. Ja, ik was ook geschokt, maar je kunt me altijd mailen op brenno@eenvandaag.nl. Moet met een uurtje wel rond zijn. Dat dus. Maar goed, ja, wat kan er zoal misgaan? Er kan een heleboel misgaan. Volgens mij ging jij... Over Micha? Nee? Nou, dan wil ik er wel wat over vertellen. Laten we beginnen met een vrij snel voorbeeld. Ik had nog maar net een van de domeinen geregistreerd. En enkele dagen later kreeg ik van een organisatie die aan onderzoek doet... kreeg ik een hele mooie lege mail, lege subject en alleen een handtekeningetje eronder... 10 minuten later kwam die nog een keer met een net iets andere poging. Er zat twee regels anders in. En de derde keer was, met een attachment, een RTF-bestand. Met daarin persoonsgegevens, situationele schets, dat soort zaken. Dat was heel snel. Daar ga je dan op reageren, dat is allemaal leuk. Na wat heen en weren kom je in contact met zo'n persoon en geef je aan wat ze kunnen doen daarmee. Aangezien het wel een meldplichtig datalek is. En ja, zo gaat dat nog verder. Van diezelfde organisatie kreeg ik daarna ook nog een leuke mail. Daar staat er ongeveer 200 mensen in de CC. Dus ik heb een reply all gedaan met de uitleg wat er mis was. Dat werd niet geheel op prijs gesteld. Aangezien die organisatie ook nog eens een keer een team collegiale ondersteuning heeft, kwam daar een mooie berispende mail op. Ja, en daar moet jij eventjes stoppen. Want kijk, als jij een mailtje hebt gestuurd en er komt een klacht, dan moet dat onafhankelijk worden behandeld. Dus ik heb daarop teruggeschreven dat ik met de desbetreffende collega een gesprek heb gevoerd, wat waar is. Dat heeft 3 flessen wijn gekost met ons tweeën. En... dat ik hem een
een cursus mindfulness heb aangeboden. Ik kan trouwens zeggen dat hij de cursus mindfulness heeft geweigerd, maar dat heb ik me niet in de mail gezet. Waarop ik vervolgens bedankt werd voor het doortastende en snelle optreden. En die mail begon met het woordje collega. Ja. Vervolgens kreeg ik weer een klacht dat ik mijn naam niet bekend maakte. Dus ik heb uitgelegd dat wij in tijden van terreur als cyberonderzoeksraad nu eenmaal voorzichtig moeten zijn. Waarop een mailtje terugkwam, collega, alle begrip. Stop even hier. Stel je nou eens voor dat je een week later deze persoon een mailtje stuurt en zegt van we hebben fijn contact gehad. Ik heb nu een rare situatie en ik heb de volgende informatie van u nodig. Denkt u A, dat dat wordt verstrekt of B, dat dat niet wordt verstrekt? Dat gaat gewoon gerust. Dit is gewoon het mechanisme in hoofden van mensen waardoor ze 19 miljoen gaan overmaken op een verkeerde bankrekening. En het is gewoon make-believe security. Was je naar de website gegaan, www.cyberonderzoeksraad.nl, had je gewoon een trans-IP-melding gekregen. Dus dit je had kunnen weten gereserveerd. Dat het niet deugde. Het is best wel heftig als je erover nadenkt. Ja? Had jij nog een mooi voorbeeld? Ja, maar voor mij was dat een andere slide. Oh, goed. Toch weer niet op zitten letten. We hebben nog wat onderzoek gedaan. Of dat klopt, ja. We hadden natuurlijk fix wat domeinnamen geregistreerd. Hebben we dat al genoemd? Nee, 70, hè? 70, uiteindelijk. Ja, in totaal zijn er 70 domeinnamen geregistreerd. Nou, dat is wat onhandig. Dus wat doe je dan als handige nerd? Je bent lui, dus je schrijft een toeltje. Dat is precies wat we hebben gedaan. Je kunt het toeltje ook keurig terugvinden. Er staat een GitHub dingetje bij. Ik zou zeggen, kijkers, pull requests zijn welkom. Heel fijn zelfs. We wilden ook eigenlijk wel wat grafiekjes maken, maar er waren geen mooie metrics te bedenken. Want wat wil je dan tonen? Hoeveel procent er heeft er een attachment? Wat zijn die attachments? Ja, daar kwam eigenlijk geen leuke grafieken uit. Dus ja, ik was daar te lui voor om verder te zoeken eigenlijk. Ja, meer domeinen is dus beter. We hadden 70 domeinen. Veel voorkomende typo's. Eigenlijk te simpel voor woorden, maar nog steeds helaas heel effectief. En daarvoor hebben we ook een helpdesk in het leven geroepen. Hè, dus dan krijg je een mailtje van iemand die je niet zou moeten hebben. We hebben even een voorbeeld genomen. Gaat het met nog? u heeft een bericht gestuurd naar domein. Waarschijnlijk bedoelde u een correct domein. Mogelijk is natelijk die volgens de AVG meldplichtig is. Dat deden wij als wij de overtuiging hadden dat het meldplichtig was. Maar we hadden wel zoiets, dat is je eigen verantwoording. Wij wijzen je erop en dan ga je zelf maar naar de autoriteit persoonsgegevens stappen. Daar hebben ze een jaar de tijd zo'n beetje voor gehad en daarna zijn wij dat eens gaan doen. Dit voorval is geregistreerd onder nummer 133742. En ze hebben allemaal dat nummer gekregen uiteraard. U kunt dit bij verder... Houd het overzichtelijk. Met vriendelijk groet, Dakje BW, Team Datalekker, Cyberonderzoeksraad. In één geval kreeg ik een mailtje dat ze mijn baas wilde spreken. Nou, ben ik de voorzitter van de Cyberonderzoeksraad. Dus wat ik heb gedaan is daarvoor Hero in het leven geroepen. Dat is de naam van mijn kat. En die heeft die mailtjes beantwoord. Altijd fijn. Ja. Gaan we toch nog naar meer voorbeelden uit de praktijk. Ja. Al met al is het schrikbarend hoe verschrikkelijk effectief dit is. Mensen gaan veel vaker dan dat je zou denken de fout in. Een van de eerste voorbeelden die we hebben gezien is een mailtje wat is verstuurd aan een partij die grenzen controleert met het verzoek om een specifieke mevrouw tegen te houden bij de grens. En de strekking van het verhaal was effectief: wilt u deze mevrouw tegenhouden? Daar werd voor het gemak de volledige medische gegevens van deze mevrouw bijgevoegd. Plus een gerechtelijk bevel waaruit bleek dat ze daadwerkelijk aangehouden zou moeten worden. En voor het gemak nog even de volledige persoonsgegevens erbij. Uiteindelijk is iets wat een beetje flauw grapje is begonnen, is eigenlijk wel een heel serieus datalek geworden. Ja, misschien is het ook wel goed om te zeggen, we hadden dus 70 domeinen. Omdat we zoiets hadden, dan vangen we misschien wel eens een mailtje. En op een gegeven moment werd dus de discussie, na 15.000 mailtjes veel meer, van wat stoppen mensen allemaal in hun e-mail? En dat is best, wel schrikbarend. Denk, een van de dingen die mij echt wel het meest heeft geraakt was een overheidsinstelling met de bevoegdheid om te vorderen, en daar zijn er heel veel van, die stuurt een bericht naar een bank toe met geef dus de persoonsgegevens van die persoon. En wat ik eigenlijk van mijn bank zou verwachten, is dat die dan voor mij gaat opkomen.
Dus kijken of dat klopt en daar op een fatsoenlijke manier mee omgaat. En die gooien dat gewoon over de schutting heen naar het verkeerde domein. Daar staat dan ook onder team fraude. Dus dit is gewoon een standaard modus operandus van een bank om op deze manier aan vorderingen te voldoen. Ja, zij hebben hun eigen verantwoordelijkheid onder de AVG. En dat zo'n opsporende instantie zijn eigen wettelijk kader heeft, dat kan 10 keer zo wezen. Dat ontslaat jou niet van je eigen verantwoordelijkheid. En mind you, banken krijgen bijvoorbeeld via het NCSC allerlei vormen van ondersteuning. Via ISACA-groepen krijgen ze ook ondersteuning. Dus je mag de lat voor zo'n organisatie ook wat hoger leggen dan zeg maar vishandel Pieters op de hoek. Ja, aangezien ik mijn voorbeeld net al gegeven heb, wat ik zelf ook interessante dingen vond die ik ben tegengekomen zijn. Ontzettende berg met offertes, met aanbestedingen, met al dat soort zaken. Waardoor je een heel duidelijk beeld krijgt wat allerlei organisaties zoal bestellen op het internet. Ja, en Michel. Een van de dingen waar wij ook heel veel last van hebben gehad, nou ja, niet bij zoveel aan het eind, uiteindelijk, is mensen die ons toch door hadden. Die onze domeinnaam dan, of onze domeinnamen die we geregistreerd hadden, dan vonden. En het leuk vonden om e-mails te sturen met daarin cryptische berichten. Maar ik denk dat wel de manier is om het te omschrijven. Nou ja, een van de dingen waar ik heel goed in ben, is het uitvinden van wie die mensen zijn. Want heel vaak sturen ze dat dan via open relays. Nou, in dit geval dus niet. En uiteindelijk hebben we dus best wel wat gegevens gevonden van deze persoon. Waaronder zijn BSN, zijn complete volledige naam, zijn adres en zijn telefoonnummer. Maar ook alle social media profielen. Maar ook uiteindelijk zijn zakelijke e-mail, waar die werkte, wie die was. Nou, en vervolgens heeft collega Brenno daar een lief mailtje naartoe gestuurd van, hey, dank, maar zou je nu niet gaan stoppen? Want jij wilt toch ook niet dat dit burgerservice nummer op straat komt te liggen? En daarna was het opeens doodstil, nooit meer wat gehoord. Er waren ook wat andere trollen, maar die bleken uiteindelijk niet te trollen, maar meer even te kijken, wie zit hier eigenlijk achter? En die hebben ook netjes een antwoord gekregen en een kopie van het rapport. Ja. Oh ja, ik vind dat Access for All moet blijven, dat moest ook nog even gezegd worden. Ja, dankjewel. Er is gestemd en er was 1 persoon tegen. Ik ga geen namen noemen omdat ik Anne Jan in diskrediet wil brengen. Ja, daarom. Ja. Next. Kan meteen niet meer. Maar goed, wat gaan we nu doen? Ja, een van de dingen is, er was 1 overheidspartij, niet die zo meteen ook wat gaat vertellen, maar die zei van, kom maar op met die domeinen. En toen had ik zoiets van, ja, wacht eens even, u had een deel van die domeinen al en die heeft u laten verlopen. Er was ooit een ambtenaar bij Algemene Zaken, die hield dat bij. En die is dus weggegaan en daarna zijn al die domeinen verlopen. En dat is een deel van de oorzaak waarbij overheidsdomeinen, zeg maar, in het publiek. Het gaat ook over bedrijven, dus het gaat niet alleen over overheid, maar ook. Dus toen hadden we zoiets van, nou, laten we dat nou eens niet doen. Dus we houden de domeinen, maar wat we gaan doen is het volgende. De mailtjes gaan naar /dev/0, daar horen ze ook thuis. Maar ze krijgen nu een mailtje terug met een soort tik op de vingers van, pats, fout gemaakt. Nu is het geen datalek, omdat de data niet is ingezien en niet toegankelijk is geweest voor derden. Maar als je nog een keer zo'n fout maakt en het komt dan opeens bij een ander domein uit, is het een meldplichtig incident. En dan een link naar het rapport, zodat ze de rest ook kunnen lezen van, dit is je voorportaal. En dan wordt het een soort permanente awareness campagne, want ik denk niet dat deze lezing vanavond, of het rapport, of de Eén Vandaag uitzending nu opeens heel Nederland een andere koers doet opgaan. Dus dat is ja een van de dingen. Ja, eigenlijk is een van de adviezen gewoon, als je gevoelige data hebt, kappen met e-mail. Hè, strafrechtelijke dossiers, medische dossiers, dat soort zaken, vorderingen, ze horen daar gewoon niet in thuis. Het is een permanent, eeuwigdurend archief, je komt er niet van af. Tot mijn verbazing, en daar gaat zo meteen Defensie wat meer over vertellen, maar kregen we ook een paar departementaal vertrouwelijke stukken binnen. En ja, dan ga je kijken naar het regelgevend kader, en dan blijkt er geen regel te zijn overtreden. Dat is eigenlijk niet oké. Dat moet veranderen.
Verder viel het ook ontzettend op dat voor een deel er wel veilig deelsystemen in gebruik zijn bij dergelijke organisaties. Maar door snelheid, het moet even snel, het is vrijdagavond laat. Het is te lastig om uit te leggen aan degene, aan de partij aan de andere kant. Wordt het niet gebruikt en sturen ze het toch maar via e-mail? 3 keer. Meer. Precies, minstens 3 keer. En als het misgaat, dan zijn de meeste mensen redelijk in paniek. Ze weten niet wat er moet gebeuren. We hebben ook een maildiscussie gehad met een partij waar 4-5 keer heen en weer is gegaan. En het antwoord op de eerste mail was: oh, maar het was een verkeerd domein, dus de e-mail is niet aangekomen. We hebben een vraag gehad van... Op de reply, hè? Ja, op de reply. Ja, heel fijn. Nee, wij bestaan niet. Was ook mijn directe reactie van hoe ga ik hierop antwoorden. Ja, dat. Daar vertrouwen ook veel mensen op, inderdaad. Dat e-mails kunnen worden teruggehaald. Bij Gmail, bij Outlook kun je een e-mail ongedaan maken. Nou ja, dat werkt natuurlijk alleen als de andere partij exact dezelfde software gebruikt. En verder, als het misgaat, veel mensen snappen niet helemaal wat ze moeten doen. Welke stappen ze moeten nemen. Zelfs als we het ze uitleggen, zie je dat het heel vaak niet gebeurt. Nee. En misschien is daar ook nog wel goed bij te zeggen van, als je dingen instelt, een van de dingen die bij ons langs kwam, was heel vaak, we hebben allemaal wel eens een mail verkeerd gestuurd. En ja, Jos niet, maar wij, de rest van ons allemaal wel. Ik sta wel in het voorbeeld, maar ik heb het nooit gedaan. Natuurlijk, Mendel. Maar we hebben dat allemaal wel eens gedaan. En een van de dingen die dan gebeurt is, je drukt op verzenden. Op dat moment denk je, kak. Sommige pakketten, zoals bijvoorbeeld Outlook, maar ook andere systemen, hebben de mogelijkheid om een minuut vertraging in te bouwen. Dat zou al een wereld van verschil zijn. Ik zie daar. Dan denk je na 1 minuut kak. Dan denk je, dat zal ga je het kunnen, maar ik denk dat er bij een aantal situaties mij dat wel, zeg maar, de huid had gered. Dus dat zou ook al iets zijn. Maar er zijn veel meer mogelijkheden om, zeg maar, in je beheer al zaken net iets anders te doen. Crypto gebruiken zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn, want ja, dan komt opeens een adres en een sleutel niet met elkaar overeen. Van de meer dan 15.000 e-mailtjes die we hebben ontvangen, hoeveel denken jullie dat er met GPG of S/MIME geëncrypt zijn? Nul. Correct. Nul. Niet afgerond 0. Nee, 0. Gewoon exact 0. Ja, dat kan dus betekenen. Je hebt geen keys. Ja, maar juist dat maakt niet uit. Dan zie ik nog steeds wel iets. Maar dat bewijst gewoon het hele punt. Ja. Dat als je de key dus niet hebt, kun je het dus daar ook niet zonder waarschuwing naartoe sturen. Kun je het dan niet gewoon een uur vertragen? Want mijn normale deelsysteem gewoon wel veel efficiënter. E-mail niet gewoon veel dommer maken. Nog dommer. Nou, een andere aanbeveling die we wel kunnen doen. Stel, je bent gestrest, je werkt ergens en iemand zegt, ja, ik moet het e-mailtje nu hebben met die gegevens. Laat die persoon jou eerst even mailen, dan kun je erop replyen. Weet je zeker dat je het juiste e-mailadres hebt. Simpel voorbeeldje, kan iedereen mee werken. En het is nog lui ook. Tenzij je outgoing mail verkeerd instelt. Die optie heb ik daar, hou ik even buiten beschouwing, want dat komt er heel weinig voor. Nou, dan nog even één laatste opmerking. De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als je persoonsgegevens verwerkt en daar dus iets mee doet, en op het moment dat je het in een mail duwt, dan gaat het bewegen, dan loop je risico. Op dat moment hoor je dat te beveiligen conform de stand van de techniek. Ik denk dat we vrij zeker wel kunnen vaststellen dat het onversleuteld zomaar over een schutting gooien niet geheel conform de stand van de techniek is wat je maximaal zou kunnen doen aan beveiliging. En dan druk ik mij vrij eufemistisch uit. Ik ben 4 keer functionaris voor de gegevensbescherming bij organisaties. Het zou er bij mij niet heel makkelijk doorheen komen. Dat zou eindigen in dreigementen met of ruzie met mij of ruzie met de AP. Want daar is het gewoon niet voor. Er zijn zoveel alternatieven denkbaar dat je vrij simpel dat anders kunt inregelen. Ja. Vergeten we nog iets? Nee, niet dat ik weet.
Anders hebben we nog een vragenronde. Ja, dan hebben we heel erg prettig. En naar aanleiding eigenlijk van dat verhaal met die departementaal vertrouwelijke stukken. Op een gegeven moment zijn we eens naar andere departementen gaan kijken. Hoe zit dat nou in elkaar? En als het dan niet in de zeg maar wettelijk, in het wettelijk kader zit, in dat VIRBI, zoals dat dan zo heel mooi heet. Zijn er dan departementen waarbij ze het dan toch anders omgaan met vertrouwelijke stukken? Is daar een kader voor? En toen kwamen we uit bij Defensie. En ik wilde Rob vragen om... Ja? VIRBI is toch niet alleen voor één departement? Hè? Nee, het VIRBI is voor alle departementen. Ja. Maar daar staat in dat als je communicatie van A naar B transporteert digitaal, dat je het moet versleutelen als het klassificatie staatsgeheim heeft, maar niet departementaal vertrouwelijk. Maar je zet dat stempel erop omdat je zegt van ja, het is niet voor iedereen. En dus gek genoeg hebben we dus niet met elkaar die afspraak gemaakt. Nou, voordat je dat stelsel hebt aangepast, ben je een heel stuk verder. Dus onze vraag was ook, als je dit dus onderzoekt, kan dat niet anders? Nou, binnen Defensie zijn ze daar dus wel mee bezig en denken ze daar dus wel anders over. Dus we wilden ook in de oplossingssfeer daar iets naast zetten. En daar hebben we dus Rob voor gevraagd of die dat wilde vertellen. Ja. 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 Jouw micro. Applaus. Ja. En een hartelijk applaus. Goedenavond. Ik heb me netjes aangekleed, want het was niet nodig, zie ik. Hartstikke goed. Ja. Nee, ik ben geen militair. Ik heb wel mijn collega mee, tevens ook chef. Dus ik word hier ook beoordeeld waar ik het praatje doe. Maar dat is mijn probleem, niet die van jullie. Wat doen wij? Wij werken bij het CERT. Dus dit is, wat ik nu eigenlijk ga vertellen, dat hoort niet bij mijn takenpakket. Dat is wel weer interessant. Ik zie ook wat bekende gezichten trouwens, hartstikke leuk. Dus hey, als begin, Brenno, Defensie. Wij doen het anders, maar we doen het niet ook altijd even goed natuurlijk. Nee, dat is ook wat duidelijk door is gegeven. Bij Defensie werken ook mensen, ook al zijn ze af en toe vermomd als militair. Het zijn en blijven gewoon mensen. Mijn collega hier is militair, heeft hier 100 jaar tegenover gewerkt. En loopt nu vanavond in het weekenduniform rond. Maar goed, wat ik wil zeggen, wij zijn ook mensen. Daarmee maken wij ook fouten. Dat is gewoon heel simpel. Er wordt wel vaak gezegd, jullie hebben een voorbeeldfunctie. Dat klopt. En als CERT zijn wij retendruk. Dus daar wil ik mee aangeven dat er echt wel wat gebeurt. En dat niet alles zeg maar, even goed gaat, ondanks dat je probeert dat het allemaal goed geregeld wordt. Het zijn immers mensen. Mensen die gebruik maken van, zoals ik er ook naar kijk, verouderde protocollen. Waar nu momenteel gebruik van gemaakt wordt op een manier waardoor het nooit bedacht is. En dat is volgens mij ook een beetje wat hier de grondslag is. Het is natuurlijk goed beschikbaar overal, internet. En we gebruiken het waar mogelijk. Verder wat wij te maken hebben, dat zijn met complexe omgevingen. En daar bedoel ik mee dat onze IT dat kan kogels afschieten. En dat maakt het toch af en toe wat complex als het gaat over IT-systemen. Dus als we dan teruggaan naar wat Brenno aangeeft, die VIRBI, we hebben ook de VIRGI. Bi staat voor bijzondere informatie. Maar we hebben er ook een die gaat over geclassificeerde informatie. Dat zijn dan dingen die via het Rijk zijn opgelegd. Inderdaad, zoals deze meneer aangaf, keurig voor alle overheden. Dus daar valt Defensie ook onder. Dus daar moet je wat mee doen. Er wordt een BIR wordt daar neergezet. Dat is een baseline informatiebeveiliging die voor de hele Rijksoverheid geldt. En bij Defensie, wat we daarmee gedaan hebben, daar hebben wij eigenlijk een defensiebeveiligingsbeleid uitgedistilleerd. Daar ga ik dus wat over vertellen, terwijl het mijn taak niet is. Over het algemeen lig ik in de clinch met de beleidsmakers, want ik kom dagelijks dingen tegen. En ik zeg van, volgens mij zou je in het beleid misschien wat dingen aan kunnen passen, zodat deze dingen, die kalabijkelijk niet afgehecht worden als je kijkt naar de normale besluiten en de beveiligingsmaatregelen, om dat via beleid dan toch af te dringen. Wij hebben een documentenreeks en dat zijn hele spannende namen, zoals de D200 en de D300. En wat dat eigenlijk allemaal is, dat is een soort van ISO 27001, 27002. Alleen dan specifiek voor ons bedrijf neergezet. Allemaal hartstikke spannend natuurlijk. Niks interessants eigenlijk. We werken met aanwijzingen SG. We werken met uitvoeringsbepalingen. En uiteindelijk resulteert dat tot IT-systemen
die eigenlijk met meerdere gerubriceerde informatie om kan gaan dan alleen maar departementaal vertrouwelijk. Want als ik ga kijken, wij werken met meerdere rubriceringen. Zoals net al aangegeven is, departementaal vertrouwelijk, dat heeft niks met staatsgeheim te maken. We hebben ook nog staatsgeheim geheim, staatsgeheim zeer geheim, staatsgeheim confidentieel en dan komt departementaal vertrouwelijk. Departementaal vertrouwelijk is het enige waar bij ons een connectie met internet is. Dat betekent dat elke defensiemedewerker kan mail vanuit de kantoorautomatisering, wat bij ons departementaal vertrouwelijk is, gewoon naar het internet hoesten en natuurlijk weer terugkrijgen. En nou goed, wij meten op onze koppelvlakken natuurlijk en we zien dat er inderdaad mail ook abusievelijk verstuurd wordt. Hier helpt de AVG niet echt, kan ik je vertellen, hè, als je als organisatie toch wat wil weten over die datastromen. Maar grofweg kan je wel statistieken bedenken. En die statistieken, we zeggen altijd van, we werken eigenlijk gewoon ook in de cloud wij als Defensie. Vanwege die 40.000 man, die eigenlijk allemaal gewoon via hun eigen werkstation ook met internet kunnen werken. Alleen DEPV, terecht ook aangegeven, daar zit geen rubricering op in die zin dat er verplicht is om bijvoorbeeld een vorm van encryptie toe te passen. Dat geldt wel voor de andere rubriceringen. Daar hebben wij specifieke apparatuur voor. Die kan je gewoon opzoeken bij de AIVD. Daar staat een complete lijst waar het Nederlandse beveiligings-NBV, ik kom even niet op de afkorting. Maar die bepaalt eigenlijk voor ons in overleg met de beveiligingsautoriteit welke apparatuur wij waarvoor mogen gebruiken. En die wordt dan ook ingezet. En over het algemeen is dat symmetrische versleuteling. Dus geen spannend gedoe met sleutels uitwisselen. Gewoon net als vroeger. Je krijgt een bandje mee en dat wordt ingeladen op de locatie. Tegenwoordig is het een cd'tje of misschien een USB-stickje. Ook handig, kan je niet kwijtraken namelijk. Wij doen ook mee met de trend, geen probleem. Maar dat houdt dus gewoon in dat die sleutels in ieder geval niet via de verbinding uitgewisseld worden. Dat is een beetje hoe wij die lagen in de rubriceringen doen. Dat houdt ook in dat over het algemeen als er bij ons DEPV informatie naar buiten gaat, dan zit de meeste mensen die kijken naar van ja, het is DEPV. Maar als je gaat bekijken wat zeg maar de omschrijving is voor DEPV, wanneer moet jij als opsteller van een bericht een rubricering dan hangen van DEPV? Dat is natuurlijk een interessante vraag. Daar zijn omschrijvingen voor. DEPV, dat wil gewoon zeggen dat het departement er hinder of schade van kan vinden. Terwijl staatsgeheim zeer geheim, dat wil zeggen dat de staat der Nederlanden zeer ernstige schade kan oplopen op het moment dat die informatie gewist wordt. Als je dan praat over risicomanagement, dan zie je dus dat de beleidsmakers zich over het algemeen niet zo heel erg druk maken als er een DEPV-mailtje een keer naar buiten gaat. Dat is gewoon risicomanagement, zeker met zo'n grote groep met mensen. Andere kant is natuurlijk, ja, je moet die mensen natuurlijk wel goed op de hoogte brengen van wanneer iets gerubriceerd is. En wanneer ze iets naar huis toe kunnen sturen, ja of nee, of misschien wel naar buiten toe. En soms geldt ook heel simpel, het is nu zo belangrijk dat het naar de andere kant gaat. Ook al is het DEPV, ik pak toch het internet, want het is veel belangrijker dat het daar komt, in plaats van dat het over de juiste manier en over de juiste weg verzonden wordt. Dan accepteer je op dat moment het risico. Dat is een beetje hoe wij ermee omgaan, met dat spul. Hier zit natuurlijk ook een koppeling met NATO. We werken natuurlijk met NATO-partners, we zijn onderdeel van de NATO. NATO gebruikt ook rubriceringen of eigenlijk klassificaties. En die hebben een gelijksoortige koppeling als dat bij Defensie is. Ik noem top secret, dat is dan het equivalent van zeer geheim. Secret, geheim. Dan heb je confidential, dat is confidentieel. En dan heb je NATO restricted. Restricted, dat wil dan eigenlijk DEPV, dat is departementaal vertrouwelijk. Natuurlijk hebben ze daar wat meer fancy namen erbij, want we kennen er ook nog Cosmic Top Secret en Atomal Secret. Ik heb die documenten ook wel eens in mogen kijken. Ja, het is allemaal hartstikke geweldig. Vooral de stempels en de stickers die erop staan dan. Maar om aan te geven dat mensen op een andere manier met informatie omgaan als ze ook daadwerkelijk iets in de hand gedrukt krijgen waar een grote rode sticker op staat of iets dergelijks. Om nou eigenlijk ook informatie uit te kunnen wisselen, heb je dus die parallellen nodig. Dan wil je dus gewoon dat je met verschillende landen zeg maar die verbindingen op kan zetten om ook daadwerkelijk veilig die informatie van A naar B te krijgen. Het mag toch ook geen verrassing zijn dat dat soort netwerken gewoon
wel gebruik maken van internet, maar geen koppeling kennen met het internet. En dat klinkt heel vreemd, natuurlijk voor jullie ook. Maar wat ik daarmee bedoel te zeggen, dat is dat het echt getunneld wordt. En echt met IP-encryptoren, met lijn-encryptoren, die dusdanig sterk zijn. Dat we hopen dat ze niet door derden ook meegelezen kunnen worden. Hoewel dat altijd de vraag is natuurlijk. Om het nog makkelijker te maken, wij werken ook met merkingen. Dat wil dus zeggen dat als je een e-mailtje hebt bijvoorbeeld, waarin je zegt van oké, het is eigenlijk net geen DEPV, geen departementaal vertrouwelijk, maar er zit wel persoonlijke informatie in. Dan kunnen wij werken met merkingen. En die merkingen hebben dan bijvoorbeeld personeelsvertrouwelijk. En dat heeft dan eigenlijk meer te maken met het karakter. Je kan het misschien een beetje vergelijken met TLP, dat kennen we allemaal wel, denk ik. Om in ieder geval die distributie een beetje te beperken. Dat wordt ook gebruikt. En om het nog weer interessanter te maken, binnen NATO werken ze ook met dingen als releasable toe. Dat wil dus zeggen dat ik een document heb wat een bepaalde klassificatie heeft, bijvoorbeeld confidential. En dan is die releasable toe partner for peace landen. En dat wil dus zeggen dat het niet alleen maar NATO is, maar dat je ook naar sommige landen die op dat moment dan een bijdrage geven, die informatie naar die landen toe mag sturen. En omdat dat echt, dat staat gewoon echt koeigroot in het bericht zelf, zeg maar in de e-mail zelf. Daar kan je eigenlijk niet omheen als iemand die dat vangt. Dus ook weer doorstuurt. Wat heb ik nou nog meer? AVG, hè, GDPR. Dat geldt bij ons op alle netwerken. Het maakt niet uit of het een bewapingssysteem is. Of dat het gewoon een stukje ICS-SCADA is. Of dat het een kantoorautomatisering is. Hooggerubriceerd, laaggerubriceerd, overal geldt de AVG. Dat maakt het voor ons niet makkelijk, voor ons werk. Maar ik denk wel dat het goed is dat het er is. Dus wij maken dat ook mee, dat die dingen daar zo staan. Ja, eigenlijk heb ik mijn verhaaltje. Is dat een beetje wat jij verwachtte, Brenna, of niet? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Ja. Hebben jullie er vragen over, of niet? Dan kunnen we naar de vraag. Hebben we vragen? voor wie dan ook van ons? Ja. Voor mij? Oh. Of zeg maar even. We hebben een catchbox. Oeh. Dan moet je hem dus tegen zijn hoofd aangooien. Ja, precies. Ja, bijna paniek. Ja. Bijna. Nou, ik heb eigenlijk maar één vraag. Waarom kiest het ministerie van Defensie ervoor om een externe spreker hiervoor aan te schrijven? Een externe spreker? Ja. Hè? Je gaf aan het begin van je verhaal aan dat daar de meneer zit die in charge is of wat jij mag zeggen. Dus. Nou, ik ben geen externe strijd. Ik ben defensiemedewerker. En ik ben tweede man naast André. Hij heeft gekozen om mij het verhaal te laten geven. Maar ik ben niet extern. Okay. Is dat goed? Nou, zien. Dat is ja, even de meest zinvolle vraag. Hebben jullie al cyberstreepjes gekregen van Brenno? Nee, die krijgen ze zo meteen. Kijk. Dat wordt geregeld. Oké. Okay. Vragen mogen ook voor ons trouwens. Ja, vragen mogen ook voor ons. Ja, ik heb een vraag voor de cyberonderzoeksraad. Hoe ga je om met een lek van gegevens? Als je zegt, nou, die wil ik rapporteren, maar dat kan in je nadeel werken. Stel je doet een hypotheekaanvraag bij een bank en je krijgt je hypotheekvoorwaarden en je ziet, hier zijn veel te veel blaadjes in de scanner blijven liggen. Ik zou het sowieso melden, maar het ligt dan vooral aan de toon waarop je het meldt met heel veel dingen. Het is ons opgevallen dat een ontzettende groep organisaties en ook bedrijven ontzettend meewerkend zijn als je het maar op de juiste manier brengt. En niet als een aanval, maar gewoon als van, ik kreeg dit mailtje van jullie en volgens mij is er te veel in de scanner blijven hangen. Als je het op zo'n manier brengt, is de kans dat het in je nadeel werkt, in mijn optiek en in mijn beleving tot nu toe, nihil. Alle casus, maar één casus gehad waarbij een mevrouw op een gegeven moment een mailtje stuurde met dat er voor mij persoonlijk zeer ernstige gevolgen waren. Ik had dus ondertekend met Dakje BW. Ernstige gevolgen waren voor de rest van mijn leven als dit verder naar buiten zou komen. Waarop ik heb teruggemaild, geachte mevrouw Hatzeflats. Dank voor uw bedreiging, die heb ik in goede orde ontvangen. U kunt het afgesneden paardenhoofd in mijn bed leggen op de Malenslaan 16 te Amstelveen.
En daarna is er eigenlijk niks gebeurd. ik denk dat de juiste... wat normaliter, weet je, in de meeste gevallen als je gewoon vriendelijk het zegt, wordt er vriendelijk gereageerd. En dit heb ik juist zo over de top getrokken, waarmee het gewoon duidelijk was van... weet je, die vrouw was in paniek. Maar in de meeste gevallen, als je het gewoon netjes brengt, is er niet zo gek veel aan de hand. We hebben wel elke keer erbij gezet, als ze dachten dat het een datalek is, daar wel op gewezen. En dan gewoon gezegd, u heeft waarschijnlijk een functionaris voor de gegevensbescherming. Hey, daar kunt u dan terecht voor nadere informatie. En dus we hebben niet de keuze gemaakt om te zeggen, jij moet melden. Maar ja, goed, er is wel op een gegeven moment is er wel een gesprek geweest met de autoriteit persoonsgegevens. Daar heb ik wel wat voorbeelden neergelegd. Dus daar is al gekeken van, hey, hebben we daar ook een melding van gehad? Dus het is niet vrijblijvend, maar het is wel de verantwoordelijkheid van die organisatie. En wat we dus niet hebben gedaan, is in andermans verantwoordelijkheden treden. Okay. En dat, als je dat al niet gaat doen, dan maak je het al veel minder agressief. Ja. Nou, dan weet ik genoeg. Ik zal maar Jos... Nog één? Ja, absoluut. Autoriteitspersoonsgegevens, zeg je? Ja. Niet de autoriteit persoongegevens. Ja, de AP. Die heb je jullie vanavond vaker genoemd. Wat zijn jullie ervaringen daarmee? En dan even het achtergrondverhaal hierachter. Iemand die wilde wat melden bij de AP, doet dat op een wat creatieve manier. Ja. En de AP doet reply all met alle persoonsgegevens van wat mensen erin en zo. Dat kostte bijna iemand zijn baan. En toen probeerden we een melding te maken bij het AP. Jos. Toen probeerden we dus een melding te maken van een lekkend AP bij het AP. En dat def nulde op een hele vreemde manier. En daarna uitleggen bij het NCSC bleek ook moeilijk. Nou, het bewijst in ieder geval dat de AP ook kennelijk mensen in dienst heeft. Dus dat scheelt alweer. Ik ken hier iemand, ik ga geen namen noemen omdat ik Misha niet in een lastig pakket wil brengen. Maar die ontdekt ook wel eens wat en die meldt dat dan ook bij de AP. Ook zij maken net zo hard die fouten. Wij hebben wel contact gehad dat op zich best goed was. En er wordt nu gekeken of met de ergste gevallen zeg maar, het mogelijk is om een soort middag te organiseren. En op de tafel te gaan zitten en eigenlijk een soort debriefing te houden. Wat dus wel leuk is voor die dreigende partijen, omdat je dus dan er ook bij zet van... Ja, misschien krijgt u nog van de afdeling systeemtoezicht, zeg maar, dat is de zachte tak van de handhaving. Binnenkort nog wel een leuke brief en dan is de cyberonderzoeksraad wel gelegitimeerd. Toch bijzonder. Ja. Ja, dat mag. Hey, ik snap dat jullie druk hebben gehad en goede dingen hebben gedaan en zo, maar over persoonsgegevens gesproken. Wanneer komt het cyberregister weer online? Dat komt morgen online. Top. Wij moeten nog eventjes een FAQ'tje maken die lijkt op een privacyverklaring waarin staat van als je zelf zo dom bent om in ons register te gaan staan, dan sta je in ons register, maar je kunt jezelf altijd deleten. Dat is een beetje zeg maar, het de privacy statement. De strekking van de privacy statement, ja. Ah, ik de coinmachine. Een applaus voor zijn coinmachine trouwens. Hè? Woe! De cyber coinmachine is echt gewoon geweldig. Ik heb op mijn business card heb ik een aantal afkortingen staan. Ja. Waaronder CEX. Dat vind ik een hele belangrijke afkorting. Mm-hmm. Alleen, ik heb gemerkt dat als ik niet genoeg punten haal en niet genoeg cursussen volg, dat ik de CEX of Cyber Expert afkorting verlies. Ja. En is er binnenkort weer een mogelijkheid tot hercertificering mogelijk? Absoluut. We zijn ernstig bezig om nog even inderdaad een paar letters te vinden die we inderdaad als merk kunnen claimen. Dan kun je dat achter je naam zetten. Op je visitekaartjes kun je het in het cyberregister, kun je dat aan iedereen sturen van kijk, ik ben officieel geregistreerd cyber-expert. Komt helemaal goed. Ik heb zelf ook weer gewoon mijn eigen badge met cyber, met foto en alles van het cyberregister. Komt helemaal goed. We zitten alleen wel te kijken naar een vervanging voor OCRB, want sinds bepaalde uitgaven dit jaar is het lichtelijk besmet. En ja, van bepaalde boeken. En het Rijksoverheidsfonds schijnt ook weer een dingetje te zijn, omdat je dat niet mag gebruiken. Copyright, hè? Ja, dat is zoiets, ja. Ja. Nee. Ja. Duitse fonds, heel officieel uit. Heeft er nog iemand een vraag? Oh, één voetbal. Oh nee. Toch geen voetbal. Eén Dimitri. Ik wou even weten of er nog vragen waren, anders heb ik nog wat dienstmededelingen.
Blijkbaar was Dienst het duidelijk. Dienstmededelingen dan. Ik heb nog een vraag. Oh, ja. Ja, goed hè. Aan het cyberonderzoeksteam, of de cyberonderzoeksraad, wat doen jullie nu met die domeinen? Nou, dat hebben we net uitgelegd. Nee, maar dat is toch wel even goed om te onthouden. Wij we houden ze en in principe gaan ze nu, of in principe, ze gaan nu, als er een mail op binnenkomt, een mail weggooien, maar wel een antwoord geven. Automatisch genereerd. Naar de verzendende partij van, hey, je hebt een fout gemaakt, met een waarschuwing erbij. En wat we willen gaan doen is, wel statistieken per domein gaan bijhouden, zodat de CISO's op de hoogte kunnen zijn hoe vaak vanuit hun domein fout wordt gemaild. Brenno? Ja? Sta je dan niet overmorgen gewoon op een zwarte lijst qua ik heb ongeantwoord op spam, dus je bent een spammer? Dat zou zo kunnen, maar uitgaan. En dan staat jullie mailserver op een spam, krijgt iedereen in zijn spambox en heb je mailtjes geen effect meer. Dat zou kunnen, maar dan sta ik op nog een zwarte lijst, oké. Nee, maar dan heb je mailtjes geen effect meer, dan hebben die domeinen ook geen effect meer, want ja, je staat alleen maar meuk de wereld in te blaffen en niemand leest het meer. Is een van de redenen waarom het ook nog niet gebeurd is. Ah, er moet nog meer over nagedacht worden. Oké. Correct. Misschien moet je nadenken over e-mail wasstraat. Die hebben we namelijk wel. Ah, nou, dat is een mooi. Dat is toch even een mooie opmerking inderdaad, de e-mail wasstraat, ja. Dat jullie die hebben en dat dan misschien nog een optie zou kunnen zijn. Wie weet. Nou, misschien is het een leuk idee om het met jullie te doen. Dat jullie zeggen van, de nou, e-mail wij dat wel. Wij gaan wel op die zwarte lijst staan. Vanaf nu word ik al gevolgd door M. Minder. Nou. M. Minder. Ja. M. Minder. Ja. Brenno. Ja. De voor was. De voor was. Ja. De voor was. Niet de na was, maar niet de voor was. Niet de na was, maar de voor was. Dat is wel een goeie, ja. Ik weet niet hoe Michiel Stelpman erop gaat reageren, maar dan komen we weer op een zwarte lijst. Ik kan trouwens vertellen dat als je een e-mail wasstraat hebt en je wil de mensen op phishing trainen, dat je dan verdomd goede phishing mailtjes moet maken. Ja, dan moet je best wel je best doen. Ja. Daar hebben we er ook trouwens relatief weinig van ontvangen. Alleen bij scholieren. Ga je gang. En niet heel effectief. Ik heb een vraag voor Defensie eigenlijk. Ik hoorde jullie net praten over de... Oh, hier, hallo. Ik hoorde jullie net praten over de ISO 27001 standaard en dat jullie daar wijzigingen op hebben gemaakt. In hoeverre zijn die wijzigingen gepubliceerd en kunnen wij daar wellicht ook nog wat van leren? Ja, goede vraag. Zoals gezegd, ik sta hier namens beleid te praten, dus ik kan er geen... Ik zou het graag willen, maar ik weet het gewoon niet. Oké, duidelijk. Kijk, wat ik net probeerde te vertellen, dat is dat wij de 27001 en 2 gebruikt hebben om onze eigen uitvoeringsbepalingen neer te zetten. Dus in die zin denk ik niet dat er aanpassingen op die 27001. Alleen er zijn we vanuit die uitvoeringsbepalingen gekeken, wat kunnen wij wel en niet implementeren daarvan uit. En daar wordt dan risicomanagement op gedaan. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen, en dat is gewoon even een voorbeeld, dat een van die regels dat is dat een systeem bijvoorbeeld na 20 minuten dat die op een screensaver moet staan en dat je dan moet inloggen. Mm-hmm. 20, 18, dat zijn verschillende dingen. Maar als je dat aan boord van een marine vergat, terwijl die in het gevecht is, is dat niet makkelijk. Duidelijk. Dus dat soort dingen, dat wordt daar gewoon op aangepast. Dus, Nou, dank maar mag ik daar nog even een beetje antwoord? We hebben allemaal losse normen en zo. En een van de dingen die we nu in Nederland best wel goed aan het doen zijn, op basis van die 27.000 standaarden, is dat alles een beetje bij elkaar wordt gebracht in de, dat heet dan de baseline informatiebeveiliging overheid, de BIO. Tegenstanders noemen het bioterreur. Ik vind het biologisch. Maar dan krijg je dus één norm die voor gemeenten en breder geldt. En daar zijn dan straks 3 beveiligingsniveaus. BBN1, BBN2, BBN3. En daar worden zeg maar, die standaard nader ingekleurd. De informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten, best een coole club. En het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming, een van die twee partijen gaat binnenkort dat ding online zetten. Daar is alleen nog even het nodig om te doen, omdat daar zit ook weer een club achter die daar weer geld aan wil verdienen. En ja, dat is gedoe. Maar als dat gedoe is gefixt, dan is dat dus voor iedereen toegankelijk. En dan is dat misschien wel een heel mooi beginpunt, ook voor bedrijven, om zeg maar iets te gaan doen. Hier. Achter je. Ook al heeft hij zijn cyberstrepen niet op, mag hij best wel wat zeggen. Zo, toch gelukt om hem te vangen, soort van.
Kort vraagje. In de BERRE en in de BIG wordt verwezen naar de NCSC-richtlijnen voor informatiebeveiliging. Alleen die staan nog steeds TLS 1.0 toe. Wanneer gaan we die nou ook even updaten? Goeie vraag. Die, ik wil je best helpen met een mailtje schrijven. Ik weet denk ik ook wie ik daarvoor moet aanschrijven binnen die organisatie. Nice. Goed Thanks. Punt. Tot zover? Nee, en daar hebben ze een reden voor. Ja. Ja. Wat hebben ze jou verteld, Brenno? Nou, iets met DNSSEC. Ja. Wat je niet zoveel aan TLS hebt als je vervolgens het domein kunt spoofen, zeg maar. Het is zo'n lullig detail. Het is een reeks van maatregelen. Wil je die allemaal geïmplementeerd hebben, dan is het goed effectief. En tot die tijd is het een maatregel die je kan helpen of niet. Wat ook meespeelt, het is als je kijkt naar de defensieomgeving, die heeft recentelijk een complete vernieuwing doorgaan. En dat heeft nu ook de mogelijkheid zeg maar, om TLS toe te passen. Je moet met certificaatstructuren werken, je werkt inderdaad met DNSSEC. Dat wordt nu geïmplementeerd en voorheen is dat bewust niet geïmplementeerd, omdat andere projecten die hogere voorrang hebben, waar een ander risico op zit, omdat die voorrang hadden. Zo simpel werkt het gewoon. Nee, dat stel ik niet. Ook wij hebben mensen. Dat stelden uw collega's wel trouwens. Dus een soort van open invitatie om te solliciteren. Ja, hartstikke goed. Ja, nee, dat geeft niet. Daar ben ik ook van, over het algemeen. Maar solliciteer je dan, Mendel? Ja. Ik kom niet door de screening heen. Nee, wat raar. Dat vind ik nou vreemd. Mendels komen ook niet door jouw screening heen. Tot zover. Als er geen verdere vragen meer zijn, wil ik Defensie in ieder geval heel hartelijk bedanken. De gewapende tak van de cyberonderzoek. Heel sportief. Dank u wel. U heeft al een mooi boek gehad. Brenno gaat hem ook signeren. Dank u wel.